Goedemorgen, mijn naam is Dennis de Kok en welkom bij dit webinar Het bouwen van een analyse in Unit 4 BI. De komende 45 minuten ga ik aan de hand van een stuk demonstratie een aantal voorbeelden uitwerken voor het bouwen van een analyse, zoals eerder gezegd, binnen Unit 4 BI. Daarvoor hebben wij de volgende agendapunten in de planning staan. Ik ga eerst even kort in over wat Unit 4 BI is. En daarna komen we op tot de kern van dit webinar, namelijk het ontwikkelen van de rapportages. Hiervoor gaan we 3 voorbeelden uitwerken. En onderaan deze sheet zien we al welke voorbeelden dat gaan zijn. Na deze demonstratie hebben we nog een stuk afronding, waar naar de hand eventueel de mogelijkheid is om via de chatfunctie, waar Edwin eerder over sprak, vragen te stellen. En deze worden dan indien mogelijk direct beantwoord. Maar we beginnen vooraan met Unit 4 BI. Unit 4 BI is een business intelligence oplossing waarvan we op dit moment in beeld de schematische weergave zien. De focus voor onze eindgebruikers bij deze oplossing bevindt zich aan de buitenste cirkel, namelijk de verschillende modules die aanwezig zijn binnen Unit 4 BI. Wij zien in de praktijk dat hierbij voornamelijk gebruik wordt gemaakt van de functionaliteit van de ad hoc analyses voor het bouwen van een analyse, en de interactive dashboards, oftewel de interactieve dashboards, voor het aanbieden van de ad hoc analyses die zijn ontwikkeld. Dit kan gecombineerd worden met bijvoorbeeld de mogelijkheid om rapportages te schedulen en door middel van een alarmeringsfunctie periodiek te laten versturen via e-mail in de vorm van Excel of PDF. Naast het werken met deze ad hoc analyses is er de mogelijkheid om ook rapportages te presenteren door middel van een scorecard en een strategy map. Het doel hiervan is om op een effectieve en efficiënte manier rapportages en data te tonen aan de eindgebruikers op basis waarvan beslissingen genomen kunnen worden. Het geheel van deze modules is ook te bekijken op zowel een tablet als een mobiel apparaat. Daaromheen vinden we nog een aantal geavanceerdere modules, zoals het gebruik van een begroting- en prognosemodule en scenarioanalyses middels SBase en het presenteren van data op kaarten, oftewel geospatial. Ook is er de beschikking over een module die heet BI Publisher voor het bouwen van zogenaamde pixel-perfect rapportages, oftewel rapportages die bedoeld zijn voor het exporteren naar PDF of het afdrukken op papier en het precies op een bepaalde manier uit moeten zien. De aandacht voor vandaag ligt op het stuk ad hoc analysis. Zoals eerder genoemd gaan we hier aan de hand van een drietal voorbeelden aan de slag om hier een aantal analyses uit te werken. Omdat we een diverse doelgroep hebben voor deze webinar, zullen we dit stap voor stap toe gaan lichten, gelijk aan de manier waarop we dit bijvoorbeeld in een training ook doen. Dit houdt in dat we aangeven op waar we klikken, welke acties we uitvoeren, waarom we bepaalde acties uitvoeren, zodat ook gebruikers die minder bekend zijn met de module dit kunnen volgen en op basis hiervan eventueel direct naar het webinar ermee aan de slag kunnen. Daarvoor gaan we in eerste instantie beginnen met het uitwerken van het volgende voorbeeld. Waar we hier naar kijken is een staafgrafiek en in deze staafgrafiek wordt per maand een ziekteverzuimpercentage getoond. De maand tonen we daarbij hier op de horizontale as en daarbij het percentage op de verticale as. Per maand zien we 3 staafjes waarbij ieder staafje staat voor een bepaald jaar. We zien dat het lichtgroene staafje staat voor 2010, het middelste staafje staat voor 2011 en het donkere voor 2012. Nou, dit zijn een aantal kenmerken waar we mee aan de slag gaan. We gaan kijken hoe krijgen we de legenda bovenaan de grafiek, hoe krijgen we deze kleuren in de grafiek en hoe zorgen we ervoor dat de jaren naast elkaar per maand getoond worden en niet bijvoorbeeld een keuze gemaakt moet worden uit een jaar vooraf, voordat de grafiek wordt getoond. Een laatste optie waar we mee aan de slag gaan is de mogelijkheid om door middel van een keuzelijst ervoor te kiezen om het ziekteverzuim inclusief zwangerschap te bouwen of juist exclusief zwangerschap zonder dat die voor 2 aparte analyses gemaakt moet worden. Om dit uit te gaan leggen maak ik nu de overstap naar mijn demo-omgeving. We kijken hier naar de demo-omgeving van de Unit 4 Cura zorgmonitor. En deze set vormt voor vandaag de basis om de demonstraties op te gaan geven.
De stappen die we gaan toelichten vandaag zijn ook breder toepasbaar op andere datasets, omdat de uit te voeren handelingen op veel punten gelijk zijn. De demonstratie, om even naar me te kijken, draait op Unit for BI versie 11.1.1.7. Maar voor de demonstraties is er zoveel mogelijk van uitgegaan van functionaliteit die zowel in versies hiervoor beschikbaar zijn, als voor functionaliteit die in eventuele latere versies beschikbaar is. Dit houdt dus in dat wanneer u op een versie zit, bijvoorbeeld 11.1.1.6.4, u ook dezelfde eigenschappen tot uw beschikking heeft en dezelfde functionaliteit uit kunt voeren. Omdat we een nieuwe analyse uit gaan voeren, gaan we bovenin het menu naar nieuw. In mijn geval werk ik met een Engelse versie van Unit for BI. Zo staan de instellingen van mijn profiel geconfigureerd. Dit betekent dat de interface bij mij ook in het Engels gepresenteerd wordt. De knoppen zullen in de Nederlandse versie op dezelfde plek staan, maar zullen af en toe andere namen hebben. Dit betekent dat waar ik nieuw zie staan, dat er in het Nederlands nieuw zal staan. Waar ik hier analysis zie staan, zal iemand anders analyse zien staan op het Nederlands. Ik zal gedurende het webinar een aantal knoppen ook bij Nederlandse naam noemen om het zo te verduidelijken. De eerste keuze die we gaan maken is voor analysis of analyse voor het bouwen van de nieuwe analyse. Het systeem komt dan terug met een vraag op basis van welke dataset ik mijn analyse wil gaan maken. In mijn geval geldt hier dat ik dat wil doen aan de hand van de dataset Zorgmonitor. Ik klik hier één keer met de linkermuisknop op en het systeem brengt me naar de module Analysis. Deze module kenmerkt zich door hier bovenaan altijd vier tabbladen te hebben, namelijk criteria, results of resultaten, prompts en advanced. Wij zullen ons beperken tot de tabbladen criteria en results waar we onze analyse op gaan bouwen. Grofweg kan gesteld worden dat criteria het tabblad is voor het opgeven van welke data ik wil zien en met welke voorwaarden. En dat tabblad results gebruikt kan worden voor het opmaken van deze data en de manier waarop ik dit wil visualiseren. Voor het rapport dat we gaan bouwen zullen we eerst moeten starten met het opgeven van de kolommen en dus de data die ik wil zien. De kolommen die ik wil gaan gebruiken vind ik hier aan de linkerkant onder subject areas, of zo'n Nederlands onderwerpsgebied. We zagen in het voorbeeld wat we net gemaakt hadden dat we maanden willen zien en een aantal jaren. Dit betekent dat ik de map kalender openklik door hier op het paaltje te klikken en dan vouwt zich een aantal kolommen. Ik wil aan de slag met jaar en maand en dat betekent dat ik op die manier heb ik twee opties om deze kolommen te selecteren. Dit kan ik doen door dubbel te klikken op de kolom en zodra ik dubbel klik zien we dat de kolom er hier rechtsbij komt te staan. Een andere optie is mijn linkermuisknop op de kolom te zetten, mijn muisknop in te drukken en vervolgens hier naar de rechterkant te slepen. Het maakt voor het resultaat uiteindelijk niet uit welke van deze twee methodes ik gebruik en ze zijn ook, zoals u ziet, door elkaar te gebruiken. Ook de volgorde waarin deze kolommen staan maakt uiteindelijk niet uit voor de resultaten. De presentatie van de resultaten zou qua volgorde van de kolommen anders kunnen zijn, maar de cijfers die gepresenteerd worden zullen altijd hetzelfde zijn. Naast jaar en maand wil ik aan de slag met het percentage ziekteverzuim. Hiervoor ga ik iets naar beneden, pak ik de map ziekteverzuim, deze klap ik open door met de linkermuisknop opnieuw op het paaltje te klikken en krijg ik een aantal kolommen tot mijn beschikking, waaronder de kolommen percentage ziekteverzuim inclusief zwangerschap en exclusief zwangerschap. Ik begin eenvoudig met het percentage ziekteverzuim inclusief zwangerschap door ook hier dubbel op te klikken en zodra ik dit heb gedaan zien we dat deze kolom hier aan de rechterkant verschijnt. Hiermee heb ik de kolommen die ik op wil vragen geselecteerd. Ik weet echter dat ik nu een hele grote dataset terug ga krijgen, terwijl ik alleen maar de jaren 2010, 11 en 12 terug wil krijgen. Dit betekent dat ik nog een filter toe moet gaan voegen aan de analyse. Om een kolom te filteren, in dit geval het jaar, ga ik met mijn muis op het icoontje achter de kolom jaar staan, klik ik erop en krijg ik dit menu te zien. Hier hebben we de optie filter tot onze beschikking en zodra ik daarop klik verschijnt er een pop-up. In deze pop-up kan ik opgeven wat de instellingen van het filter worden. We zien hier de operator is equal to, op zijn Nederlands is gelijk aan, waarbij ik aan kan geven dat het jaar gelijk aan een aantal één of meerdere waarden moet zijn. Ik kan er hiervoor kiezen om zelf het jaar in te tikken via mijn toetsenbord of eventueel een weergave op te vragen van de beschikbare waarden door op het paaltje achter de naam te klikken.
Ik kan in dat geval één of meerdere jaren selecteren. Zodra ik mijn filter heb geconfigureerd, klik ik op OK om deze te bevestigen. We zien dan dat onder de kolommen die ik opvraag, hier onderaan een filter verschijnt. Dit is het filter dat op dit moment actief is binnen de analyse. Belangrijk hierbij om te weten is dat op het moment dat ik dit filter wil wijzigen, dat ik dat doe door op het filter te gaan staan en te klikken op het potlood. De pop-up opent zich op dat moment met de instellingen die ik heb gedaan die ik eventueel kan wijzigen. Door vervolgens op OK te klikken bevestig ik de nieuwe instellingen of met cancel annuleer ik deze eventueel. Op het moment dat ik er namelijk voor zou kiezen om opnieuw bij jaar te klikken op filter, opent het systeem een nieuw filter. Gevolg hiervan is dat er bij filters twee filters zullen komen te staan en dat deze eventueel kunnen conflicteren. Met deze stappen heb ik bepaald welke data ik op wil halen. En door middel van de filters heb ik opgegeven voor welke dataset ik dit wil doen en welke beperkingen. En nu ga ik naar Results om te bekijken hoe het resultaat van deze analyse in elkaar zit. Zodra ik op Results heb geklikt, kom ik terecht in de zogenaamde compound layout, of zo Nederlands de samengestelde layout. Op deze samengestelde layout zie ik de verzameling van de visualisaties die ik heb gemaakt van mijn data. In dit geval betekent dat een titel en een tabel. Dit zijn de twee standaard objecten die het systeem altijd teruggeeft bij de eerste keer bekijken van de resultaten. En in deze tabel zien we keurig de kolomjaar met de achter de maanden en daarnaast het percentage. En door naar beneden te scrollen zie ik ook de data van de andere maanden in beeld. Omdat ik aan de slag wil met het maken van een grafiek en niet met deze tabel, kies ik er eerst voor om de tabel te verwijderen. Hiervoor klik ik bovenaan in de rechterbovenhoek van de tabel op het kruisje en wordt in ieder geval de tabel weggehaald. De volgende stap is dat ik een grafiek toe wil voegen. Voor het toevoegen van een nieuwe weergave, of het nou een tabel is, of een draaitabel of een andere visualisatie, zorg ik ervoor dat ik mij bevind op de compound layout en ga ik boven in het menu naar nieuwe weergave of nieuw view. Ik klik hierop en er opent zich een menu waarbij ik een keuze krijg uit wat ik toe wil gaan voegen. In dit geval weet ik dat ik voor een staafgrafiek wil gaan. Dus ik kies voor graph, grafiek, bar en vervolgens voor de verticale staafgrafiek. Zodra ik daarop klik, voegt Unit4BI een grafiek toe aan de interface. In de nieuwste versie van Unit4BI zien we dat het systeem terug probeert te komen met een grafiek waarvan het systeem denkt dat deze zo nuttig mogelijk is. Dit ten opzichte van hoe het in een vorige versie was, waarbij het systeem alle mogelijke kolommen die hij tot zijn beschikking had maar in de grafiek stopte, zodat er maar een resultaat zichtbaar werd. Dit heeft als voordeel dat er sneller een resultaat zichtbaar wordt, maar kan nog steeds betekenen dat ik de analyse op een andere manier wil weergeven. In dit geval zien we namelijk dat de analyse zoals die nu is niet overeenkomt met de analyse zoals we net in de PowerPoint presentatie zagen. Om de grafiek in dit geval inhoudelijk te gaan bewerken, klik ik in de rechterbovenhoek van de grafiek op het potlood. Het systeem brengt mij dan naar de bewerkingsmodus van de grafiek, die zich kenmerkt door bovenin een menubalk te hebben, daaronder een preview van hoe mijn grafiek er nu uitziet en daaronder de schematische weergave van de grafiek. Wat ik als eerste wil gaan doen, is ervoor zorgen dat ik niet bovenin een keuze krijg uit een jaar en dus altijd maar één jaar aan data zie. Maar ik ga ervoor zorgen dat ik meerdere jaren naast elkaar in de grafiek ga zien. Wat ik daarvoor moet doen, is zorgen dat de kolom jaar, die ik hier nu zie staan, ga plaatsen bij VarieColorBy. Dit doe ik door met mijn muis op de kolom jaar te gaan staan. Ik hou mijn linkermuisknop ingedrukt. En ik sleep de kolom naar het onderdeel VarieColorBy. Op dat moment wordt het blok waar ik hem los wil laten blauw. Als ik zie dat hij blauw wordt, betekent dat ik hem niet los kan laten. En dat het systeem hem daar neer gaat zetten. Zodra ik hem loslaat, verschijnt hij hier. En dat betekent dan uiteraard dat hij hierboven bij sections verdwijnt. En in de preview zien we het effect hiervan. Waarbij we zien dat er per maand keurig drie staafjes getoond worden voor de drie verschillende jaren. Een aantal andere eigenschappen die we nu kunnen gaan wijzigen, zoals we net zagen, is bijvoorbeeld de mogelijkheid om de legenda op een andere plaats te zetten.
maar ook om te gaan variëren met de kleuren. Dit zijn de twee acties die we vervolgens uit gaan voeren. Om dit te doen moet ik naar de eigenschappen van de grafiek toe gaan. Nou, het eigenschappen-icoontje zien we hier staan bij x, y, z. Dit is het icoontje wat de eigenschap bevat, in dit geval van de grafiek. Maar achter deze knop kunnen we bij een draaitabel ook de eigenschappen vinden. En bijvoorbeeld bij een gates ook. Door hierop te klikken opent zich een pop-up. En in die pop-up heb ik een aantal instellingen tot mijn beschikking. Een van die instellingen is legend of legenda. Waarbij ik op kan geven waar wil ik dat de legenda geplaatst wordt. Met de mogelijkheid om deze in alle vier de kanten van de grafiek te plaatsen. Of eventueel te verbergen door hem op non te zetten. In dit geval wil ik hem bovenaan hebben. Ik klik op top. Door nu op oké te klikken, bevestig ik de nieuwe instellingen en zien we dat de legenda bovenaan komt te staan. De volgende stap die ik wil zetten is dat ik ook aan de slag ga met de kleuren. Want dit is een eigenschap van de grafiek. Zie ik, klik ik opnieuw op het XYZ-icoontje. Ik ga in dit geval naar Style toe. En ik vind hier de Style met de mogelijkheid om deze te bewerken. Hiervoor klik ik op het icoontje achter de tekst. Er opent zich een nieuwe pop-up waarin ik op kan geven wat mijn custom format positions zijn. Omdat ik weet dat ik eigenlijk drie staafjes heb, namelijk eentje voor 2010, eentje voor 2011 en 2012, klik ik eerst een keer op het plusje voor het weergeven van of het opmaken van de eerste staaf. En vervolgens op het kleurenblokje om een kleur te selecteren. In dit geval kiezen we voor groen. Klik ik op oké. Omdat ik ook de tweede staaf een kleur wil geven. Klik nogmaals op het plusje en voor het gemak direct voor de derde keer. Voor alle drie de staven geef ik nu een kleur op. En ik bevestig hem door te klikken op oké. Ik klik nogmaals op oké, waarna ik terugkeer naar het scherm wat we net hadden staan. Zodra ik nu voor de laatste keer op oké klik, komen we terug bij de preview van de grafiek. En zien we het effect van de wijziging die we hebben doorgevoerd, namelijk de drie groene kleuren. Zoals ik net heb opgegeven. In dit geval heb ik ervoor gekozen om drie groene kleuren te gebruiken. Uit het kleurenschema wat we net zagen is duidelijk dat ik ook voor drie meer variërende kleuren kan kiezen. Een volgende instelling die we nog kunnen doen is het wijzigen van de titels die we zien om de grafiek. Bijvoorbeeld aan de bovenkant, maar ook aan de linkerzijkant. Dit is ook een derde eigenschap van de grafiek. Ook hiervoor ga ik daarom ook naar de eigenschappen, maar in dit geval naar tablets, titles en labels. En hier zie ik dat ik instellingen heb voor de titel, de verticale as en de horizontale as. Indien ik zelf een titel op wil geven, moet ik het vinkje uitzetten en kan ik zelf iets invoeren in de tekstbox. Op het moment dat ik deze leeg laat, zal de titel ook verdwijnen en zal de ruimte die daarmee vrijkomt gebruikt worden voor de visualisatie van de grafiek. Ik kies ervoor om de titels op de horizontale en verticale as leeg te laten en de titel bovenaan te laten voor wat die is. Ik klik op oké. En we zien nu dat de titel hier aan de linkerkant is verdwenen en de titel aan de bovenkant nog wel wordt getoond. Hiermee heb ik de stappen voor het bewerken van mijn grafiek uitgevoerd. En is de enige stap die ik nog moet doen, het bevestigen hiervan. Te bevestigen doen we door hier bovenaan op Don te klikken. En op Nederland is dat gelijk aan gereed. Zolang ik hier niet op geklikt heb, worden de wijzigingen die ik heb doorgevoerd worden niet van kracht. Ik klik op Don. Het systeem brengt mij terug naar de samengestelde layout. En ik krijg hier te zien de opbouw van mijn grafiek. Een volgende instelling die we wilden doorvoeren was de mogelijkheid om te kiezen tussen het percentage inclusief zwangerschap en exclusief zwangerschap, zonder dat ik hiervoor twee aparte analyses hoef te gaan maken. Hiervoor is een component beschikbaar binnen Unit4BI genaamd de column selector. Nou, een dergelijke component valt voor de software onder een nieuwe weergave. Dus zodra ik op de compact layout zit, ga ik naar New View. En deze zit wat verder weggestopt onder Other Views en dan de column selector. Ik klik deze aan. En onder mijn grafiek voegt het systeem een nieuw object toe die nog niet verder ingevuld is. Het toevoegen van nieuwe objecten onder de bestaande objecten is een standaard werking van het systeem, waarbij altijd alles in eerste instantie onder elkaar wordt geplaatst. Nou, we gaan zo meteen kijken hoe we deze volgorde kunnen veranderen.
Eerst kies ik ervoor om de column selector te configureren. Het configureren hiervan doen we op dezelfde manier als bij de grafiek. Ik kies ervoor om potlood in de rechterbovenhoek te klikken, waarna zich de eigenschappen openen van de column selector. Wat ik wil bereiken is dat ik een mogelijkheid heb om het percentage ziektezuim inclusief zwangerschap te wijzigen. En dat betekent dat ik een selector toe wil voegen aan deze kolom. Zodra ik deze optie dan ook aanvink, verschijnt hier een drop-downtje met in dit geval maar één keuze. Als ik deze keuze uit wil breiden, ga ik daarvoor op zoek naar de tweede keuzeoptie die ik toe wil voegen. In mijn geval ziekteverzuim exclusief zwangerschap. Ik klik dubbel op deze kolom. En we zien dat het systeem beide kolommen nu heeft staan. In de drop-down zien we nu dat ik twee keuzes tot mijn beschikking heb. Eventueel zou ik hier nog een derde, een vierde en ook wel een vijfde keuze aan toe kunnen voegen. Voor de duidelijkheid kan ik een titel toevoegen aan deze drop-down, welke ervoor komt te staan. Zodra ik mijn keuzes gemaakt heb, klik ik rechtsbovenaan opnieuw op Done, om te zien hoe het resultaat gaat samenwerken met de grafiek. Ik heb op Done geklikt en ik zie nu de grafiek zoals ik hem had, met eronder de column selector. Door nu een keuze te maken voor exclusief zwangerschap, zien we dat de grafiek opnieuw wordt opgebouwd met andere data en daarbij ook een andere titel boven in de grafiek. Op deze manier heb ik twee analyses kan ik aanbieden aan mijn eindgebruikers, zonder dat ik daarvoor welke twee analyses hoef te gaan maken. Een volle stap die ik zou moeten gaan zetten, is ervoor zorgen dat de column selector niet onder de grafiek komt te staan, maar juist erboven, zodat deze duidelijker aanwezig is voor mijn eindgebruikers. Om dit te doen, ga ik met mijn muis boven of op de menubalk staan van het object, waarna mijn muiscursor verandert van een pijltje naar een kruis. Ik hou mijn linkermuisknop ingedrukt en ik sleep hem naar de plek die ik wil hebben. Net als bij het verslepen van de kolommen geldt hierbij dat de blauwe balk die bovenin zichtbaar wordt, de plek aangeeft waar dit onderdeel komt te staan zodra ik mijn muisknop loslaat. Ik laat hem los en het systeem plaatst de column selector erboven en de grafiek eronder. Uiteraard heeft deze wisseling van positie geen invloed op de werking van het systeem en kan ik nog steeds wisselen tussen ziekteverzuim inclusief zwangerschap of ziekteverzuim exclusief zwangerschap. Met deze stappen hebben wij de stappen gezet zoals we ze vooraf hebben besproken voor het configureren van deze analyse. Omdat bij het bouwen van de analyse het ook belangrijk is dat het resultaat wat we ontwikkeld hebben opgeslagen worden, zullen we ook deze actie binnen dit voorbeeld toelichten. Ik heb mijn analyse afgerond, ik ben tevreden met het resultaat. Ik ga in dat geval naar de rechterbovenhoek en ik klik op de diskette. Er opent zich een pop-up waaraan ik aan kan geven waar ik het rapport op wil slaan. In dit geval kies ik er even voor om dit gelijk te doen in de prullenbak. En bij name of naam geef ik een naam van deze analyse. Zodra ik vervolgens op oké klik, wordt de analyse opgeslagen. En geeft het systeem hier aan dat het rapport inderdaad is opgeslagen. En wordt de naam van het rapport hier in de linkerbovenhoek getoond. Dit is ook de manier om altijd terug te zoeken naar met welk rapport ben ik op dit moment bezig. Hiermee hebben we het eerste voorbeeld afgerond en gaan we de stap maken naar het tweede voorbeeld van deze analyse. En schakel ik terug naar mijn PowerPoint presentatie om te laten zien wat we gaan maken en met welke elementen van deze analyse we aan de slag gaan. Het tweede rapport wat we gaan maken is een draaitabel. In deze draaitabel tonen we per dienst en per maand een overzicht van de kosten. Daarbij bieden we de mogelijkheid aan om bovenaan een jaar te selecteren, dus om de data te gaan bekijken voor 2009, voor 2010, voor 2012. En onderaan gaan we een totaalregel toevoegen waarin het totaal van alle diensten bij elkaar wordt getoond. Wat we daarnaast nog zien is een getalsopmaak van de cijfers. Ook deze eigenschap gaan we beetpakken om te laten zien waar deze functie te vinden is. Ik ga nu weer terugschakelen naar de demonstratieomgeving om te laten zien hoe we dit aanpakken. Omdat we ervoor gekozen hebben om een nieuwe analyse te gaan maken, ga ik in het menu opnieuw naar de optie nieuw en kies ik voor analyse.
Deze keuze om een nieuwe analyse te gaan starten is overal vandaan beschikbaar. Of ik nu bezig ben met een bestaande analyse, of ik bezig ben met het beheer van mijn catalogus, of op een dashboard aan het navigeren ben. De menubalk bovenin is altijd zichtbaar en is ook de mogelijkheid om een nieuwe analyse te ontwikkelen. Ik klik op nieuw en kies opnieuw voor analysis, waarna weer de keuze schijnt op basis van welke data ik de data een analyse wil maken. Ik klik voor zorgmonitor en het systeem brengt me weer terug bij de interface die we eerder zagen met de kenmerkende vier tabbladen, criteria, results, prompts en advanced. In het voorbeeld wat we net zagen, zagen we stukken terugkomen over jaren, we zagen maanden, we zagen een mutatiesaldo wat ging over de kosten, we zagen een organisatieomschrijving en een dienstomschrijving. Dit zijn de kolommen die ik mee wil nemen in mijn analyse. Hiervoor ga ik eerst naar kalender, ik klik deze open en ik voeg de kolommen toe door hier in dit geval dubbel op te klikken. Ik klik dubbel op jaar, vervolgens ook dubbel op maand en we zien dat deze twee kolommen worden toegevoegd onder het stukje selected columns aan de rechterkant. Ik klap kalender in, ik ga naar organisatie en ik kies er hiervoor om de kolommen organisatieomschrijving toe te voegen door het dubbel op te klikken en ook dienstomschrijving toe te voegen opnieuw door het dubbel op te klikken. Ook deze twee kolommen zien we hier verschijnen. Omdat ik aan de slag wilde met het mutatiesaldo, ga ik naar het kostplaatsaldi, mutatiesaldo en voeg ik ook deze kolom toe. Deze zien we hier nu ook verschijnen. Een laatste stap die ik wil maken is dat ik ervoor wil gaan om enkel mijn kosten in beeld te brengen. Het filter dat we hiervoor gebruiken is te vinden onder jaarrekening, waarbij we de kolom APCO terugvinden. APCO staat voor activa, passiva, kosten en opbrengsten en biedt ons de mogelijkheid om door middel van het gebruik van één deze letters gericht dat onderdeel op te vragen. Ik voeg deze kolom toe. Hij verschijnt aan de rechterkant. En omdat ik de kosten wil hebben, ga ik gefilterd op kosten. Ik klik op het eigenschapicoontje achter de naam en vervolgens voor filter. Ik krijg dan dit veld te zien. Ik voer de letter K in. Of eventueel klik ik op het pijltje om de voorbeeldwaardes te zien. En om dit te bevestigen, klik ik op OK. En we zien dat het filter op dat moment onderaan de analyse verschijnt. Omdat ik de kolom APCO voor de rest van mijn analyse niet nodig heb, ga ik deze nu direct verwijderen. Hiervoor klik ik opnieuw op het eigenschap-icoontje van de kolom en kies ik voor Delete. Wat we op dit moment gaan zien, zodra ik op Delete klik, is dat het filter van APCO gewoon blijft bestaan. Het verwijderen van een kolom uit de geselecteerde kolommen betekent dus niet dat deze ook gelijk van invloed is op de filters. Deze twee kunnen los van elkaar functioneren. Dit zorgt ervoor dat wanneer ik een groot aantal filters heb, die ik niet per se nodig heb, als visualisatie in mijn analyse, ik het aantal kolommen nog steeds beperkt kan houden. Ik ga naar mijn results toe om te kijken wat het effect is van de geselecteerde kolommen en de filters. En ik krijg in beeld opnieuw dezelfde weergave bestaande uit een titel en een tabel met daarin per jaar, per maand, de omschrijving van de organisatie, de diensten en het mutatiesaldo. Omdat ik geen tabel wil hebben, maar een draaitabel, ga ik eerst de tabel verwijderen door in de rechterbovenhoek op het kruisje te klikken en kies ik ervoor om een nieuwe weergave te starten. Deze nieuwe weergave vinden we onder de optie Nieuw View of Nieuwe Weergave, waar we ze eerder ook de grafiek hebben geselecteerd. In dit geval wil ik de pivot table of de pivot tabel gebruiken. Ik klik hierop en het systeem zal net als bij de grafiek zelf met een eerste offset van mijn draaitabel terugkomen, waarbij hij de verschillende diensten aan de bovenkant heeft geplaatst. Omdat ik een andere weergave wil hebben, ga ik de pivot bewerken en klik op het potlood in de rechterbovenhoek van de pivot. Gelijk aan de grafiek krijg ik nu bovenin de menubalk te zien. Een eerste preview van de data en hier onderin de schematische opbouw. Het eerste wat ik ga doen is ervoor zorgen dat de opbouw van mijn grafiek of van mijn draaitabel anders wordt. Ik wil hierbij de mogelijkheid aanbieden aan mijn eindgebruikers om één jaar te selecteren. En ik wil de maanden juist naast elkaar zien en de diensten onder elkaar. Wat ik hiervoor moet doen is een aantal verschuivingen doorvoeren op de kolommen die ik hier zie staan. Ik gaf al aan dat ik de diensten onder elkaar wil hebben in plaats van naast elkaar zoals ze nu staan. Dat betekent dat ik de kolom dienstomschrijving moet verplaatsen van columns naar rows.
Dit doe ik door met mijn linker muisknop hierop te klikken, mijn muisknop ingedrukt te houden en deze verplaatsen naar rows. We zien in de preview nu dat de inschrijving onder elkaar komt te staan. Daarnaast wilde ik mijn maanden naast elkaar hebben, wat betekent dat ik de kolom maand juist moet verplaatsen van rows naar columns. Ook hiervoor ga ik met mijn muis op de naam staan, ik hou mijn linker muisknop ingedrukt en ik versleep deze naar het stuk columns. De blauwe lijn geeft ook opnieuw hier aan waar deze komt te staan. Ik heb deze versleept. We zien hem nu bovenin staan en we zien ook hier keurig de data nu naast elkaar verschijnen. We hebben nu in ieder geval de maanden naast elkaar. Door nu iets te gaan doen met de kolom jaar, kan ik ervoor zorgen dat de eindgebruiker één jaar kan selecteren. Omdat dit nu net buiten beeld valt, ga ik de layout hiervan vergroten. Door met mijn muis op de tussenbalk te gaan staan en deze omhoog te slepen. Ik heb namelijk nu meer in beeld. Bovenin vind ik dan de optie Pivot Table Prompts. Zodra ik de kolom jaar beetpak en daar naartoe sleep en wacht tot het onderdeel blauw is, krijgen we in de preview de mogelijkheid om een keuze te maken uit een van de beschikbare jaren. Zodra ik een jaar kies, zien we ook dat de bijbehorende data op dat moment wijzigt. Hier heb ik dus ook de keuze om een jaar te selecteren toegevoegd aan mijn analyse. De derde eigenschap die we tot onze beschikking hebben hierin is het toevoegen van het totaal van de verschillende diensten. Terwijl het totaal wat we hier onderaan bij willen hebben. Om het totaal toe te voegen aan een draaitabel maken we gebruik van een van de verschillende sigma-tekens die we terugvinden op verschillende plekken in de schematische weergave. Welke van deze sigma-tekens we gebruiken is afhankelijk van hetgeen we wensen te bereiken. Als ik een eindtotaal wil hebben over al mijn rijen heen, gebruik ik bijvoorbeeld dit sigma-teken. Dat zorgt ervoor dat ik onder mijn draaitabel een totaal krijg. Wil ik juist een totaal hebben over al mijn kolommen heen, dan kan ik gebruik maken van het sigma-teken wat ik bij columns zie staan. Omdat ik wil bereiken dat ik een eindtotaal onder mijn regels krijg, klik ik op het sigma-teken bij rows. Verschijnt er een minuutje waarin ik een aantal keuzes kan maken, onder andere de optie om achteraan een totaalregel toe te voegen. Op dat moment verschijnt er een vinkje bij het sigma-teken om aan te geven dat deze is ingeschakeld. En zien we dat er onderaan inderdaad een totaal is toegevoegd aan de analyse. Wil ik hem uitschakelen, ga ik hetzelfde doen. Klik opnieuw op het sigma-teken, maar kies ik voor non of uitschakelen. Mijn draaitabel is hier voor deze uitleg voldoende geconfigureerd. En ik kies ervoor om deze instellingen te bevestigen door te klikken op done. Het systeem brengt mij op dat moment terug naar de samengestelde layout. En hierin zien we de draaitabel zoals ik hem zojuist heb opgemaakt. Met de keuze om een jaar te selecteren, het toevoegen van een eindtotaal en de verschillende maanden naast elkaar. Een laatste stap die ik in deze draaitabel wil zetten is het opmaken van de getallen, waarbij de decimalen niet worden getoond en er een euroteken wordt getoond voor het getal. Het opmaken van een dergelijke notatie vindt plaats op het tabblad criteria. Ik ga dan terug naar criteria en ik bepaal de kolom waarvan ik de notatie wil bepalen. Dat is in dit geval het mutatiesaldo. Door hierop te klikken, de eigenschappen, kan ik naar de kolom properties, de kolom eigenschappen gaan. Er opent zich op dat moment een pop-up met een aantal instellingen. We hebben dan twee belangrijke instellingen tot onze beschikking. Columnformat en dataformat. In columnformat kan ik bijvoorbeeld voor kiezen om de titel mutatiesaldo te wijzigen. Hiervoor zet ik de optie custom headings aan en geef ik hier een andere naam op. Bijvoorbeeld kosten. Om de werkelijke notatie te wijzigen gaan we naar het tabblad dataformat. Ik wil het default dataformat overschrijven. Daarom zet ik het vinkje hier aan en worden deze opties beschikbaar. Afhankelijk van het soort veld wat ik wil opmaken, heb ik een aantal keuzes tot mijn beschikking. Bijvoorbeeld om een currency, een valuta op te geven of een percentage. In dit geval wil ik een valuta opgeven. En kan ik bij currency symbol en currency symbol opgeven wat voor soort valuta ik wil gebruiken. Ik kies hier voor de euro. Ik wil geen decimalen hebben, dus ik kies er niet voor om twee decimalen te gebruiken, maar juist 0. Maar ik wil wel een duizendtal teken hebben, dus ik zet wel de separator aan. Ik klik nu op oké om deze instellingen te wijzigen. En kom terug in het oorspronkelijke scherm van criteria.
Hierin is niet zichtbaar dat deze instellingen zijn gewijzigd. Hiervoor zou ik naar Results of Resultaten moeten gaan. En zie ik nu inderdaad keurig de nieuwe getalsnotatie terugkomen. Het is afhankelijk van de taalinstellingen, van de landinstellingen, welke notatie hiervoor gebruikt wordt. In het geval dat de landinstellingen op Engels staan, zal het punt vervangen worden door een komma, omdat het in Engeland normaal is om juist het duizendtal teken aan te geven met een kommagetal en het decimale met een punt. Mocht het dus het geval zijn dat u in dit geval een komma ziet staan, is dit afhankelijk van de landinstellingen en niet van de taalinstellingen. Of juist van de landinstellingen en niet, kan dit niet opgegeven worden in de opmaak van de kolommen. Met deze stappen hebben we de stappen die we vooraf hebben besproken voor het opbouwen van dit rapport gezet. Namelijk het toevoegen aan het totaal, de keuze om een jaar te selecteren en het meerdere jaren naast elkaar tonen met een getalsopmaak zoals we deze hier zien. Ik ga nu terugschakelen naar mijn presentatie om het derde voorbeeld dat we gaan maken toe te lichten. Het derde voorbeeld dat we gaan maken zien we op dit moment op het scherm staan. Wat we hierin gaan doen is we gaan per jaar bekijken hoeveel incidenten er zijn gemeld in de nacht, de ochtend of in dit geval overig. Het aantal incidenten bedoelen we hier dan op het aantal MIC-meldingen. Wij willen daarbij de keuze aanbieden aan de gebruiker om de data te visualiseren zoals nu in een taartgrafiek of eventueel door middel van een tabel waarbij ze kunnen kiezen uit een andere weergave. Eerder hebben we al gezien hoe we een legenda bovenaan kunnen krijgen en hoe we ook de opmaak van de taartgrafieken kunnen wijzigen. Deze instellingen zijn namelijk gelijk aan de instellingen van een grafiek. Maar gaan we een nieuwe optie bekijken, namelijk de mogelijkheid om een van de taartpunten eruit te laten springen. Daarbij zullen we ingaan op de mogelijkheid om deze verdeling van nacht, ochtend en overig te gebruiken. Een verdeling die niet standaard in het dataset aanwezig is, maar die we wel op kunnen gaan maken. Om dit te doen wissel ik nu terug naar mijn demonstratieomgeving. Voor deze uitleg wil ik opnieuw beginnen met het maken van een nieuwe analyse. Ik kies voor nieuw en voor analysis of analyse om deze te starten. Opnieuw krijg ik de vraag over welke dataset ik wil gaan rapporteren en kies ik voor zorgmonitor. We beginnen bij criteria. En zoals we zagen wil ik aan de slag met de kolom jaar. En wil ik per jaar zien het aantal MIC-meldingen. Ik ga hiervoor naar de tabel MIC-meldingen. In mijn geval gebruik ik de Acaris layout. En pak ik de kolom aantal incidenten. Omdat ik een onderscheid wil gaan maken in de nacht, de ochtend of het stuk overig, kies ik ook het tijdstip van het incident om deze mee te gaan nemen. Deze klik ik voor toe. En ik ga in instantie eens kijken wat het effect is van het gebruik van deze drie kolommen. Hiervoor ga ik naar Results. En wat ik te zien krijg is per jaar het aantal incidenten op het tijdstip. Dit is niet de weergave die ik wil hebben. Ik wil namelijk het eerder genoemde onderscheid van nacht, ochtend en overig. Om deze groepering aan te gaan brengen ga ik terug naar criteria. En bepaal ik voor mezelf dat ik dit onderscheid wil gaan maken in de kolom tijdstip incident. Ik kies voor de eigenschappen en vervolgens voor edit formula. In de poppen die verschijnt zie ik nu eigenlijk de formule die zit achter deze kolom. Dit is in dit geval niet meer dan een verwijzing naar de kolom tijdstip incident. Ik wil hier een groepering aan toe gaan voegen en dit doe ik het eenvoudigste door bovenin te gaan naar bins of containers. Hier kan ik een zogenaamde bin of container aan toevoegen, waarbij ik opgeef dat als het tijdstip valt tussen is between 0001 en 0600, namelijk de nacht, dat hij dan in één container moet stoppen. Zodra ik op OK klik, opent zich een tweede pop-up waarin ik deze groepering een naam kan geven. In dit geval kies ik dan voor nacht. We zien dat er een regel wordt toegevoegd waarbij we met de instellingen die ik juist heb ingevoerd van kracht zijn. Namelijk de mogelijkheid om een tijdstip is tussen of is between op te geven tussen 0001 en 0600 met de titel nacht. Door op het trechtertje te klikken kan ik eventueel deze instellingen wijzigen. Of door op het handje te klikken krijg ik de mogelijkheid om de titel te wijzigen. Ik had ook een tweede groep, namelijk ochtend. Ik kies ervoor om opnieuw op Add Bin te klikken.
kiezen voor is between en aan te geven over welke groep we het in dat geval hebben. Ik geef de nieuwe tijdsrange op. Kies ervoor om dit ochtend te noemen. Om niet alle vier de dagdelen op te geven, zet ik daarnaast de optie create bin for all other values aan. Oftewel, maak een nieuwe container aan voor alle waarden die niet vallen in een van de bovenstaande twee voorwaarden. Zet deze optie aan en verschijnt opnieuw de pop-up voor het opgeven van een naam. En deze noem ik overig. Dit zorgt ervoor dat een incident komt te vallen in de nacht, de ochtend of in de tekst overig. Ik bevestig de instellingen door te klikken op OK. En ga naar Results om te bekijken wat hiervan het effect is. Wat we zien is dat ik nu de jaren heb, het aantal incidenten en de groepering die ik eerder heb aangebracht. De tabel die ik wilde hebben, heb ik hiermee geconfigureerd. En deze willen we niet direct gaan gebruiken, dus ik kies ervoor om deze opnieuw weg te gooien door op het kruisje te klikken. En ik ga er nu voor om een taartgrafiek op te maken. De taartgrafiek is net als de staafgrafiek en ook de draaitabel een nieuwe weergave waarvoor we naar de optie New View of Nieuwe Visualisatie gaan. Ik kies voor Graph en vervolgens in dit geval voor Pie, een taartgrafiek. Nadat ik hierop geklikt heb, verschijnt de taartgrafiek die ik aangevraagd heb in beeld en zien we dat het systeem opnieuw een poging doet om een nuttige visualisatie op te geven. In het geval dat dit het gewenste effect zou zijn, zou ik heel snel mijn analyse klaar hebben. Maar voor het voorbeeld dat ik wil gaan maken, wil ik hem anders weergeven. Daarvoor klik ik op het potlood om deze te bewerken. En krijgen we dezelfde opbouw te zien. Bovenin opnieuw de menubalk, een preview van mijn taartgrafiek en daaronder de schematische weergave. Wat ik hierin wil doen is de kolom jaar, wil ik eigenlijk steeds een aparte taartgrafiek laten zien. Voor het creëren van aparte taartgrafieken zie ik hier de optie pies staan. Ik pak de kolom jaar B door hier met de linkermuisknop op te gaan staan en sleep deze naar pies of taarten toe. Zodra ik deze loslaat, komt het er hierbij te staan. En zien we hier in de preview dat ik voor elk jaar keurig een taartgrafiek te zien krijg. Hier willen we nog een aantal andere slagen op maken. Zoals het bovenplaatsen van de legende zoals we eerder hebben gezien. Maar voornamelijk het eruit laten springen van een van de taartpunten. Dit zijn eigenschappen van de grafiek. Waarvoor ik naar de eigenschappen toe ga. En dan zie ik dat de eigenschappen die ik tot mijn beschikking heb veel overeenkomsten of veel gelijkenissen hebben met de eigenschappen die ik ook bij een staafgrafiek had. Ik kies ervoor om de legenda te verplaatsen naar de top. En zodra ik op OK klik, zien we het effect ervan verschijnen. Voor deze demonstratie laat ik naar elke keuze die ik maak zien wat het effect is. Uiteraard is het geen probleem op het moment dat wanneer we in de eigenschappen zitten, direct de legenda te wijzigen en ook andere instellingen mee te nemen. Zodra op OK wordt geklikt, worden al deze instellingen direct van toepassing. Ik klik op Style, ga ook hier weer naar de Conditional Formatting en geef aan dat ik een eigenschap, een opmaak mee wil geven aan een taartpunt. Omdat ik drie taartpunten heb, klik ik drie keer op het plusje en kan ik opnieuw een kleur meegeven zoals we dat eerder zagen bij de staafgrafiek. We zien hier echter ook een andere optie die we eerder bij de staafgrafiek niet hadden, namelijk Explode Wedge, dat taartpunt eruit laten springen. De taartpunt die aangevinkt staat, is het taartpunt die eruit springt. Ik klik op OK om dit te bevestigen. Nogmaals. En we zien het effect van en de gewijzigde kleur en het eruit laten springen van de eerste taartpunt. Hiermee heb ik de taartgrafiek opgemaakt op de manier zoals ik deze wil hebben. Dat inhoudt dat ik op done of gereed klik om deze instellingen te bevestigen en terug wordt gestuurd naar de component layout. De laatste actie die we willen hebben is dat ik de gebruikers een mogelijkheid wil geven om te kiezen tussen of de data zoals we deze nu hebben in een taartgrafiek of juist in de tabelweergave die we eerder hadden. Hiervoor klik ik opnieuw voor op nieuwe weergave. Ik ga naar Other Views en kies voor View Selector. Zodra ik deze optie selecteer, verschijnt er opnieuw onderaan een optie die ik nog moet gaan configureren. Voor het configureren klik ik in de rechterbovenhoek op het potlood en opent zich het scherm wat hierbij hoort. Wat ik kan doen is bepalen welke objecten ik weer wil geven in mijn zogenaamde View Selector. Deze selecteer ik of één voor één of eventueel met de controltoets ingedrukt meerdere tegelijk en ik verplaats deze naar de rechterkant.
belangrijk hierbij om te begrijpen is dat de optie die bovenaan staat de optie is die de eindgebruiker als eerste te zien hebben of te zien krijgt. Omdat ik de grafiek als eerste wil hebben, plaat ik deze juist naar boven en zal de tabel juist als tweede komen te staan. Bij caption geef ik aan een stuk verduidelijking, een titel die erbij komt te staan zoals we hier zien staan. En zien we dat ik hier de mogelijkheid heb om te wisselen tussen de weergaves. Nadat ik dit geconfigureerd heb, klik ik bovenaan op Done om op deze instelling te bevestigen. En wat we dan op dat moment te zien krijgen is de grafiek zoals ik hem had. En eronder in de View Selector opnieuw deze grafiek. Dit betekent dat de originele grafiek die ik had weg kan omdat deze bewaard blijft binnen de View Selector. Ik klik hier in de rechterbovenhoek op het potlood. En krijg nu in de View Selector de mogelijkheid om te wisselen tussen de graph en de table. Op deze manier laat ik aan de eindgebruiker welke van deze twee visualisaties gebruikt gaat worden bij het analyseren van de cijfers. Omdat titels als graph en table niet heel duidelijk zijn, is er een mogelijkheid om deze te hernoemen. Dit doen we door op de compact layer te gaan staan en in de linker onderhoek een van de visualisaties te kiezen. Ik ga hier klik deze aan en klik vervolgens op de optie rename of hernoemen. In de pop-up die verschijnt zeg ik bijvoorbeeld tabelweergave. Klik op OK. En we zien direct dat hier de optie tabelweergave beschikbaar wordt. Hetzelfde kunnen we doen voor de grafiek. Ik klik op graph. Op het rename icoontje. Ik geef aan dat dit een taartgrafiek is. Ik klik ook hier op OK. En we zien dat hier de naam ook wijzigt. Met deze stappen hebben we ook deze analyse opgemaakt. Dit houdt in dat we ervoor gekozen hebben om een taartgrafiek op te maken. In deze taartgrafiek voor elk jaar een aparte taart te maken. Een groepering aan te brengen door middel van de eerder gebruikte containers. Een van de taartpunten eruit te laten springen. En de eindgebruiker door middel van een zogenaamde View Selector de mogelijkheid te geven om te wisselen tussen een grafiekweergave en een tabelweergave. Ik ga nu terug naar mijn PowerPoint presentatie, omdat we hiermee aan het einde gekomen zijn van in ieder geval een stuk demonstraties. Naast dit webinar staan er namelijk nog een aantal andere webinars in de planning de komende maanden. Hierbij gaan we onder andere in op de onderwerpen BI Publisher, het gebruik van selection steps, rechten en rollen en dashboard design. De momenten waarop deze webinars gegeven zullen worden, zal gecommuniceerd worden middels een e-mail, zoals u deze ook eerder heeft gehad voor deze nieuwsbrief. Mocht u naar aanleiding van dit webinar vragen hebben, kunt u eventueel contact met mij opnemen via een van de hier benoemde contactgegevens.